met Hier op Zee. Ergens op zee is een schip op zoek naar avontuur. Kapitein Houtlokje met haar trouwe zeelui. Haar lieftallige dochter Celia, waar zij alles voor over heeft. Jasper de hond, die eigenlijk een prins is. En Keila Kokin. Zij is de kokin aan boord. Zij serveert iedere dag het eten voor alle mensen op het schip. Met volle toeren zeulen zij over de woeste zeeën en werken ze samen op het schip om het schip in goede gezondheid te houden. Ondertussen begint de storm langzaam te zakken en klaart de lucht weer op en is het al bijna middernacht. Celia besluit eerst nog even boven op het dek de laatste aangewaaide rommel op te ruimen voor ze naar bed gaat om uit te rusten van haar zware dag.
Iedereen goed gewerkt vandaag. Jullie mogen naar jullie kooi en tot morgen. Ai, ai. Celia loopt wat rond over het dek en ruikt ondertussen wat rommel op van het schip en komt daar plots een groot boek tegen. Wat is dit? Ze bladert nieuwsgierig door de bladeren heen. Celia, ik denk te weten wat voor boek dit is. Oh ja? Dit is een geheim receptenboek. Een geheim receptenboek? Hier staan alle ingrediënten in opgeschreven waar niemand een weet van heeft. Oké. Okay. Zou ik de boek vanaf nog lenen, zodat ik iemand in kan opneuzen? Ja, natuurlijk. Jij bent hier de kok en het is tenslotte een receptenboek. Celia geeft Skylar een kind een vriendschappelijke knuffel en verlaat de keuken. Kayla bladert rond in het receptenboek. Eens even kijken. Kayla Kokin leest bladzijde voor bladzijde alles aandachtig door. Pruttelsoep. Soep die lang moet pruttelen voor het beste gebruik. Deze soep geeft mensen de krachten om te vliegen in nood. Ik heb nog nooit van gehoord. En ze leest nog wat verder. Flubbersoep. Deze soep maak je slank voor 24 uur lang. Als daar nou aparte recepten in. Kayla Kokin bladert nog wat verder en komt dan bij het recept terecht waar ze al jarenlang op zoek is naar geweest. En ze schrikt ervan. Vruchtensoep! Hierdoor kunnen mensen hun mensen laten uitkomen. Deze soep is nog nooit gemaakt, omdat het mis een ingrediënt moeilijk te vinden is. Ik zou graag deze soep willen maken, maar ik mis nog een zilveren boom. Kayla Kokin droomt weg over het idee dat ze deze soep aan het maken is. Dit is het begin, ik zal niet weten hoe de reis nu zal gaan, maar ik ga op zoek. Ga ik het vinden? Ik heb geen flauw benul. Met het boek vol recepten wordt mijn droom vervuld. Slaap zacht, kijk op in, hou van het vinger aan mij. Slaap zacht, kijk op in, slaap zacht.
volgende morgen komt Celia de keuken van Kayla Kokkin binnengestormd om te vragen hoe het is gegaan met het boek. Kayla! Kayla Kokkin schrikt zich een hoedje. Goedemorgen, Celia. Goedemorgen. Hoe gaat het met het boek? Goed, ik heb hier een recept in gevonden om een vreugdesoep te maken. Wat is dat, een vreugdesoep? Hierdoor kunnen mensen hun wensen laten uitkomen. Alleen is deze soep nog nooit gemaakt, omdat missende ingrediënt moeilijk te vinden is. Dat maakt mij niet uit. Hoe moeilijker onze reis, hoe meer uitdaging wij hebben. Laten we dit ingrediënt zoeken, Kayla. Marcelia, dit ingrediënt te vinden op het eiland der zee. Dat is een heel gevaarlijk eiland. Dat maakt mij niet uit. Ik hou wel van wat uitdaging. En ik ben tenslotte nog nooit op het vasteland geweest. Marcelia, iedereen de heks woont daar op het eiland. Savia, moeder vervloekt en je weet dat ze nooit meer kan praten. Wil je deze uitdaging echt aangaan? Jazeker wel. Nu hebben we twee opdrachten om aan te gaan. Het missende ingrediënt vinden en we moeten de vloek ongedaan maken. Oké, dan vertrouw ik op je. Laat onze reis dan maar uitstippelen. Maar we moeten mama wel afleiden, want zij zal het hier zeker niet mee eens zijn. Daar heb ik wel een plannetje voor. Kayla, Kokkin en Celia roepen alle bemanning bij elkaar en pakken een stuk papier en tekenen hun reis uit tot in detail. Alleen moeten ze oppassen voor kapitein Houtblokje, omdat zij het hier zeker niet mee eens zou zijn. Daarvoor maakt Kayla en Kokkin een slaaplekker soepje. Deel 2, hier op zee. Het is gelukt. Kapitein Houtblokje ligt te slapen in haar kooi. Goed, we zijn op dit moment onderweg naar het eiland ter zee. Dit eiland ligt noordwest hier vandaan. Ik ben het er niet mee eens, Celia. Het is veel te gevaarlijk. We zijn over kleine 10 minuten. Maak jullie zelf gereed, want ik weet niet wat we tegen kunnen komen op het eiland. Nog steeds ben ik het er niet mee eens. We zullen gevaar doorkruisen, maar samen staan wij sterker dan alleen. Ik ben het er niet mee eens! Ik ben het er ook niet mee eens, Celia. Ik ook niet. En het is ook veel te gevaarlijk, Celia. Dat vind ik eigenlijk ook. Ik blijf liever hier op zee. Ik protesteer, wij zijn niet verplicht om met jou mee te gaan, Celia. Ho, wacht eens even. Jullie willen toch ook graag avontuur mee maken? Daarom zijn jullie tenslotte met mijn moeder meegegaan hier aan boord. Toch? Ja, dat klopt, Celia. Maar waarom zijn jullie dan bang? Nou, ik denk omdat we graag op het water willen blijven. Wij zijn tenslotte gemaakt om op het water te blijven. Niet op het land, Celia. Dat begrijp ik, maar jullie zullen daar niet op het eiland blijven. Maar als de heks ons vervloekt, ik heb het eiland. Dan nemen ze ons alle dierbaarste bezit in handen. En dat betekent dat we echt nooit meer water zullen zien. Oké, dat snap ik. Jasper, kom je mee?
ruiken. Het zand tussen mijn tenen van mijn blote voeten te voelen. Om de zonsondergang te zien vanaf het strand. Om bomen te beklimmen. Om een huis te hebben. Om een prins te hebben. Oh Celia, ik ben een prins. Wist je dat maar? Jasper, lijkt ook net of jij mij had hebben begrepen. Met het toverboek in haar handen. Celia, Celia! Ik lees je net in het toverboek dat als je het ingrediënt wil hebben en er geen kwade bedoeling meer hebt, het geen lastige opgave zou moeten zijn om het ingrediënt te pakken te krijgen. Laat mij dat eens zien, dat moet ik lezen. Celia leest aandachtig de hele kleine lettertjes door onderaan het boek. Celia vertelt wat ze net heeft gehoord van Kayla Kokin. De bemanning stemt het er langzaam mee in, maar Bloem weet het nog steeds helemaal niet zeker. Yeah.
Iedereen is vlug in de weer op het dek. Het eiland komt steeds dichterbij. Jongens, laat de sloep maar zakken. Iedereen, stap in! Ai, ai! Celia, ik denk dat ik toch niet mee ga. Maak niet uit, lief zusje. We zijn met genoeg man om het ingewikkeld te vinden. Oké, succes iedereen! Zo gaat het goed, rechts zo die gaat. Zoek naar het goud, naar het goud.
Jasper neemt een grote hap van de soep en verandert langzaam terug in de mooie prins die hij altijd al was geweest. Maar voordat Celia een hap wil nemen, rent kapitein Hout Lokje naar voren en jat de soeplepel uit haar handen en neemt een slok. Het is jullie goed. Ik ben blij dat alles goed is gegaan, maar Celia doet dit nooit weer. Maar mam. Nee, het is al goed, maar ik was alleen ontzettend ongelukkig. Ontsnap ik, maar gelukkig heb je je stem weer terug. Ja, en wat ben ik daar blij mee. Nu is het jouw beurt, Celia. Celia neemt een grote slok en iedereen wacht de stilte af met wat er met haar zou gaan gebeuren. En? Voel je iets, Celia? Nee, ik voel niets. Laat mij dan eerst een slok nemen. Maar ook bij Keila gebeurt er niets. Iedereen vraagt zich af waarom er niets gebeurt. Ah, ik denk dat ik weet waarom er niets bij jullie gebeurt, Celia en Keila. Waarom dan niet? Oh, ik denk dat ik het ook snap. Hè? Celia, jij hebt je prins gevonden en ik heb mijn soep kunnen maken. Oh, ik begrijp het. Omdat wij al hebben gevonden wat wij graag willen hebben, gebeurt er daarom niets met ons. Oh. Nadat iedereen een slok van de soep heeft gehad, keert de rust weer terug op het schip. Celia gaat samen met Jasper in een kasteel wonen, waar Keila mag komen werken in de keuken. Kapitein Houtlokje blijft samen met Bloem op zee, waar zij nog meer avonturen zullen gaan beleven. Bloem neemt de rol over van Celia op het schip, ook al vindt ze dit af en toe heel spannend. En zo komt het verhaal tot een goed einde, waarin iedereen hun geluk heeft gevonden.